Masters of Luxury brengt dit jaar de Genius Edition naar de Amsterdamse RAI. Dat betekent de grootste editie ooit, waar op meer dan 42.000 vierkante meter de best of the best getoond wordt, dankzij de genieën van 2018. Uitblinkers, merken en bedrijven die opvallen in hun vakgebied. Dit jaar staat Masters of Luxury in het teken van innovatie, vernieuwende, unieke producten en ontwerpen. De 17e editie van Masters of Luxury is daarmee nog internationaler en eigentijdser van opzet dan ooit tevoren. En geheel volgens traditie zijn er 11 masters geselecteerd die op het campagnebeeld zullen schitteren. Wie dit jaar de chosen ones zijn, dat onthul ik zo, want ik ga namelijk kijken tijdens de fotoshoot die geschoten zal worden door fotograaf Rahi Rezvani. Genia, dat hebben we denk ik het eerst aan. Jeetje, goede vraag. Voor mij zegt het wel iemand die iets in de wereld heeft gedaan wat iets toe heeft gevoegd. Wie is in jouw ogen een genius? Wij als familie hebben nogal veel met voetbal. Dus wij houden wel van geniuses, voetballers. Bijvoorbeeld mensen als een Messi, Ronaldo, Neymar. Ja, daar kan ik ongelooflijk van genieten. José, jij hebt de Media Nanny opgericht en uitgerold tot een succesvol bedrijf. En jij werkt eigenlijk met alleen maar genieën. Hè? Dus de grootste DJ's op aarde. Martin Garrix, ja. Sunny James, Hardwell. Ja, David Guetta ook. Dit is voor mij ook een bijzondere dag. Want normaal sta ik natuurlijk altijd achter de schermen. En nu moet ik zelf op een cover. Terwijl ik normaal degene ben die dat allemaal begeleid. Maar ja, wel heel tof. Jij doet eigenlijk alles om het imago ook te beschermen en goed uit te dragen in de media. Hè? Wat vind jij het belangrijkste in je begeleiding? Nou, dat ik altijd eerlijk kan zijn. Ik kom uit Groningen, dus ik ben aardig nuchter. Ik zeg altijd wat ik vind en wat ik denk. En dat is voor artiesten natuurlijk heel belangrijk, omdat je in zo'n wereld waar iedereen altijd maar van alles van je wil. En het is heel lastig om te peilen of iemand het nou echt meent of niet. Bij mij weten ze in elk geval altijd dat wat ik zeg en wat ik vind, dat ook echt mijn eerlijke mening is. Genius staat in onze optiek voor genialiteit. Mensen die opvallen in hun vakgebied. En ze zijn hier achter bezig met de shoot. En het zijn echt 11 geniale mensen. En daar zijn we ontzettend trots op. Wat gaan we straks qua sfeer zien op het campagnebeeld? Kijk, we hebben ons laten inspireren door de Einsteins van deze wereld. Dus dat is toch een beetje de jaren 20, jaren 30 stijl. Zachte kleuren, intelligente look. Pascal Koldehoff is een hele goede stylist die dat heel goed vertaald heeft naar een verhaal. We beginnen eigenlijk even met jouw jurk voor de shoot. Waar is die van? Ja, deze is van Dior. Christian Dior. Prachtig is die, hè? Dat is zo mooi en op het lijf geschreven. Ja, hij past er precies goed. Sample maatje, dus ik ben er heel, heel blij mee. Ja, nou heb jij het is natuurlijk zelf je eigen label. Wat is het geniale Winona signature? Oeh, dat vind ik nogal wat. Hoe zou jij het omschrijven? Zijn er bepaalde kleuren die opvallen of een bepaald silhouet? Het silhouet zeker. Ik ben echt dol op het vrouwelijke figuur, de lijnen in van het vrouwenfiguur. En dat probeer ik altijd te benadrukken in de collectie. Dus dat is denk ik wel echt waar je de collectie ook aan herkent. Guillaume, jij bent fashion ondernemer. En je bent nog best wel jong en je hebt al behoorlijk bedrijf opgebouwd. Ik ben 28. Ik weet niet of dat jong is. Ik denk het wel. Nee, maar inderdaad. Ik heb 9 jaar geleden ben ik begonnen met een merk dat heet Feeling Pieces. En nu 9 jaar later zijn we nog lekker aan het groeien en leuke dingen en mooie dingen aan het maken. Mijn strategie is kwalitatieve producten maken voor een betaalbare prijs, die fashion forward zijn en waar heel veel verschillende mensen van kunnen genieten. Voor mij staat eigenlijk een geniale autodesigner, hè? Met als wapenfeit een heel geniaal ontwerp. Ja, we hebben heel recentelijk in Londen onze laatste coachbuild shooting break gepresenteerd. En dat is een handgemaakte auto op basis van een Tesla. Wat is dan outstanding aan zo'n model, wat het eigenlijk geniaal maakt? Nou, dat wat het echt bijzonder maakt, is dat we vooral goed luisteren naar wat de klant ons vertelt. Dus wij verplaatsen ons in die persoon, we gaan op huisbezoek, we luisteren naar hun muziek, we kijken naar wat er op de vloer ligt. Is dat hout of zijn dat stenen? Is dat modern of is dat heel oud? En al die zaken vertalen wij in design. En het is die vertaalslag, die kracht, en dat is wat onze studio en wellicht ook mijn persoon uniek maakt.
Heb jij zelf een soort role model waarvan je denkt, nou, dat vind ik nou wel echt een genie in haar of zijn vakgebied? Ja, dat is denk ik toch wel Pieter Marino. Dat is toch wel, dat is uit New York. Wij produceren veel voor hem. En dit is toch wel eigenlijk een beetje de guru, ja, voor designers. Deze man die werkt voor Dior, Chanel, Louis Vuitton. Hij doet daar alle interieurs voor, vooral de winkels. Maar ook nu is hij voor het eerste hotel van Louis Vuitton bezig. En hij vraagt dan weer bij ons een ontwerp aan wat hij heeft designed. En wij produceren dat dan voor hun. Er zijn er een aantal. Nederlander bijvoorbeeld. Laurens van den Akker bij Renault. Die heeft het merk totaal uit de slop gehaald. En er een fantastisch, goedlopend, relevant, echt Frans merk van gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld Chris Bangle. Een aantal jaren geleden voor BMW. Die heeft daar een radicale koersverandering in gezet. En heeft BMW, ja, echt on the map gezet. De beurs in december, daar staat ook Genius centraal, neem ik aan. Ja, dus dat staat echt dit jaar voor innovatie, duurzaamheid, uitzonderlijke ideeën, creatieve ontwerpen, uitblinkers, allemaal samen op dat ene moment. Nou, ik ga het zien, ik zie jou op de beurs. Ja, heel graag iedereen. Ja.